Jeetje, ik begin elke video weer altijd hetzelfde, maar hoi, hallo en welkom. Leuk dat jullie wederom weer kijken op mijn kanaal. Vandaag iets compleets hetzelfde als vorig jaar. Het is weer tijd, hè. Het is weer tijd. Het is Halloween. Ik ga Shorty weer meehelpen met een Halloweenavond. Althans, ik ga verkleed en dan gaan we mensen laten schrikken. En dan neem ik jullie weer mee en kijken of dit keer gewoon even wat betere scares kunnen laten zien. Want oh mijn god, wat was dat leuk vorig jaar. Ik ben wat ziekjes geweest de afgelopen periode. Althans, ik heb goed met griep. Ik was gewoon helemaal niet goed. Ik was ziek, misselijk beroerd, niet lekker. Vandaar dat er misschien iets wat minder video's geüpload zijn, maar dat moet de pret niet drukken. Ik ga nu Shorty meehelpen en we kijken wel wat we ermee kunnen doen. We gaan mensen bang maken. We gaan op naar Capelle aan de IJssel. En ja, kom mee en geniet. Geniet. Veel plezier. We zijn gearriveerd, jongens, dames en heren, we zijn er. En ik ben heel benieuwd, het gaat daar plaatsvinden. Daar zijn ze ook al wat aan het maken en ik heb geen idee wat ons te wachten staat. Dus ik ben razend benieuwd, super nieuwsgierig. We gaan het zien, we hebben er zin in. Let's go, here we go. Komt u maar verder. Welkom in het Dolhof. Gaat u verder. Velen zijn nu al voor gegaan. Alleen nog niet teruggekeerd. Nee, ik ga nu niet meer. U moet gaan. Dit is het enige richtingsverkeer. Alles wel op u gegeven.
Ik het gewoon oldschool gewoon weer met mijn mobiel, blablabla. Ik ga het gewoon op mijn oldschool met mijn mobiel verder filmen. Zoals ik net al zei, het was een fantastische vette avond. We hebben echt enorm gelachen. Enorm gebruld. Nou ja, wij hebben gegild en de mensen die brulden dan. Van het schrikken en van het huilen en van de angst. Het was een topavond. Het was echt super gaaf om weer te mogen doen. Halloween 2017. Dat rijmt. Hey. Was gewoon vet, was gewoon awesome, was gewoon zwaar de moeite waard en echt waar. Ik hoop eigenlijk dat de beelden ook een beetje gelukt zijn. Misschien zijn ze wat donker uitgevallen, want ik had geen lamp op mijn ruimte, in mijn ruimte. Ik weet niet of dat opzettelijk gedaan was. Ik had er qua schrik-effect geen moeite mee. Het was echt awesome. Er stond eronder ook nog een lantaarnpaal, dus dat was ook helemaal te gek. Kortom. Wat een avond was dit en wat een gegil. Wat een gegil. Echt waar. Van jong tot oud. Echt iedereen gilde zich helemaal het leplaats. Dus ik vond het leuk. Ik hoop de mensen die lang zijn gekomen dat die het ook leuk vonden. En de mensen, jullie natuurlijk, kijkers. Hoop ik ook dat jullie deze video ook een beetje leuk vonden. Vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te geven. Vergeet ook even niet te abonneren op mijn kanaal voor nog meer leuke video's in de toekomst. En vergeet ook zeker even niet een leuke reactie achter te laten hier onder in de comments van wat jullie in hemelsnaam gedaan hebben met Halloween. Hebben jullie ook zulke mensen laten schrikken? Ik wel. Ik vind het echt een fantastisch iets. Tot de volgende keer. Tot ziens. Weer dat gekke gezicht aan de tijd. Altijd een gek gezicht. Dit. Ik hou op. Ik ga slapen.